Hallo, welkom weer bij deze video voor de Tarot dagkaart voor in dit geval donderdag 30 juli 2015. Mijn naam is Esther van Heerenbeek en ik heb een praktijk in tarot, astrologie en numerologie. En ik ben ook auteur van diverse astrologie- en tarotboeken. In deze filmpjes richt ik me op een dagkaart. En die dagkaart zou je moeten zien als een advies of een inzichtje of een leidraad die jou vandaag kan helpen de dag door te komen, een bepaald inzicht te verwerven of meer duidelijkheid te krijgen over een bepaald thema. Het laat ook zien hoe ik werk, hoe ik met de tarotkaarten werk. En heb je zelf zoiets van, ja, maar ik wil persoonlijk graag een advies hebben of inzicht in een situatie, dan stel ik altijd voor om persoonlijk een consult bij mij te boeken. Maar deze kaart kan je zeker vandaag helpen, ja, een stukje inzicht te geven. Vandaag werk ik wederom met de Rider Waite tarotkaarten. En de kaart die ik specifiek voor vandaag getrokken heb, is de 10 van pentagrammen. En bij de 10, welk element dan ook in de kleine arcana tarot, dat is het laatste getal. Hierna krijg je de hofhouding. Dus 10 is het hoogste in dit geval getal van de pentagrammen. Nou, en dat geeft dus een afronding aan, een voltooiing aan. En omdat het met pentagrammen te maken heeft, wil het dus zeggen dat je een project afrondt. Dat er iets is waar je de laatste tijd aan gewerkt hebt, waar je nu dus een punt achter gaat zetten. Het kan ook zijn dat je je ervaring en kennis deelt en dat je daar wellicht geld voor krijgt. Deze kaart geeft ook generaties aan, hè, want je ziet hier wat oudere mensen, wat jongere mensen, wat erop kan wijzen dat je vandaag met een familielid, een ouder familielid te maken krijgt, of dat, zelfs in een enkel geval kan het zelfs met een erfenis te maken hebben, of dat je een schenking krijgt van iemand, hè, vanuit de familie. In ieder geval, heel veel kennis, bezit, ervaring, geld. En de voltooiing, het einde van een cyclus daarin. Dus dat is iets waar je vandaag mee te maken kunt krijgen. En zet dat ook in. Heb je kennis, ervaring of weet je ergens heel veel van? Deel dat dan ook met mensen die dat willen. Want ja, dat is nu eenmaal een heel groot bezit. Nou, ik wens je daar vandaag natuurlijk weer heel veel succes mee. Vind je dit leuk? Ik heb het al eens eerder verteld in mijn video's. Dan hoor ik dat natuurlijk ontzettend graag middels likes op mijn Facebookpagina. Of dat je je abonneert op mijn YouTube-kanaal. Of misschien kun je mijn filmpjes delen met mensen waarvan je denkt, nou, die zouden dat wel leuk of interessant vinden. En heb je zelf zoiets van, nou, ik wil dit heel graag leren. Ik vind het leuk om meer over tarot te weten en hoe je dat moet leggen. Nou, dan kun je misschien eens overwegen om een cursus of workshop in mijn praktijk te volgen. Ik zit overigens in Noord-Brabant. Dus dan weet je ook vanzelf of dat haalbaar is of niet voor jezelf. Of je kunt ook gewoon thuis aan de slag. En mijn boek Tarot voor Beginners aanschaffen in papieren versie of als e-book. En dat is exclusief te bestellen via mijn praktijk of via bol.com. Nou, alle informatie vind je onderaan deze video en daar kun je altijd op je gemak nog eens rustig nalezen. Nou, ik wens je een hele fijne dag vandaag. Heel veel succes met alles wat je gaat afronden of voltooien. Ik dank je voor het kijken en ik zie je heel graag een volgende keer weer terug. Tot ziens!